Oh, shampoo. Wat een timing ook. Mijn mensen! Hey, welkom bij een gloednieuw filmpje. Vandaag gaan wij met Ian, Ham en ikzelf, Tobobias. De Bierboezel Challenge doen. Laat mij zelf zien wat je hebt. Maar het is niet zomaar de Bierboezel Challenge, het is de... Ik zei extra mayonaise. Extra spicy. Extra mayonaise. Extra spicy, ja. Jongen. We hebben er allemaal geen zin in. Ik ben een fucking zenuwachtig. Ja, eigenlijk. Ja, ja, eigenlijk wel. Ik was van, ja, het kan wel leuk worden. Toen zag ik die Carolina Reaper ding, toen dacht ik, fuck. Het voeren zeg maar over de datum. Het is 4 augustus en het is nu wat? Het is nu 15. 15 augustus, dus let's go. Maar hij zit er wel even pakken. Maar ik ook alsof het een beans. Beans. Ja. Ayo, beans. Oh, je hebt dat gedraaid. Oh, nou, het lijkt heel simpel hierop. Nee. Kijk, je hebt er ook ding in zitten. Dat de ding daar kan en dan. Mag ik er één uit ruiken? Fucking soepel. Als je gewoon even de afzoek kunt ruiken. Maar ook nooit wat. Zo. Hand ruiken. Wat was dat nou weer, kerel? Je rookt. Staat. Nou, gaat het erin? Zo. Dat had u echt niet verwacht. Bij deze, niet meer aan je ogen, aan je neus, aan je anus. Nee, nu nog een keertje zo. Gewoon niet aan je leuten, dan ga je dood. Dat had u echt niet verwacht. Ik moet nu al scheiden. De hand gaat draaien. Kouloes. Carolina Reaper. Jalapeno! Dit is het minst volgens mij. Ja. Maar ik heb trouwens een vraag voordat jij begint. Zijn ze allemaal fucking spicy? Nou, volgens mij is het gewoon... Je hebt alleen maar een kans om minder dood te gaan. Oh. Jalapeno is de tweede. Kijk dames en heren. Focus. Oh, hier kan ook zo. Dat is beter. Ik ga fucking dood. Ik kan daar niet tegen zeggen. Proost man, proost. Doe dan. Oh. Eerste indruk. Romig. Fucking heet. A little bit spicy. Eerst is hij wat chill, maar daarna wordt hij echt scherp en gaat je tong dood. Spicy. Ja, echt. Hij is echt scherp. Deze nu al. Oh ja, ik ruik het al. Ik zal iets weten, man. Tering. Adem die lucht gewoon in, weet je wel. Gadverdamme. Ja, neem maar die hitte. Damn. Wil je een broodje hebben, jongen? Net pindakaas gegeten dus. Echt, ik pak zo met een pak yoghurt, ik ga gewoon... Ik ga zo meteen scheid van angst, jongen. Ja, ik voel zo meteen niks meer in mijn mond. Let's go. Mijn mond gaat echt fucking dood zijn. Oh, dat is... Dat is de middelste? Ja, de middelste. Dat, gast, ik tril ook een beetje. Hey, kills. Proost. 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 Hey jongens, zullen we de video stoppen? Nee. Ja, Dan zoek ik er wat van die Carolina Reaper uit en die trek ik gewoon rechtop in je bek. Is het scherp, jongen? In het begin is het nog wel te doen, maar daarna worden ze wel spicy. Beans. Ik heb ook aan één kant van mijn bek gekauwd, dus deze kant nu gewoon... Verdoofd. Dit is gewoon een soort beroerte. Was het scherp? Ja. Ja. Maar, ging je ook dood? Nee, dat niet. Hij plakt echt heel erg aan je bek, deze. Ik weet niet of jij dat ook hebt met die, maar deze plakt echt goor aan je bek, jongen. Weet je wat het ding is? Ik vind jellybeans sowieso echt kut. Ja. Maak gewoon vies aan je bek, weet je. Ik had liever de normale beanboezeld gehad. Kijk, zie je dit? Zie je dat? Van die Halloween. Nou, dames en heren. Spicy adem. Oh! Nee! Nice! Ja! Carolina Reaper. Dood aan! See you on the other side. Oh no man. Oh, ik krijg wel zweethandje van. Jij gaat vandaan, jongen. Jij kan waarschijnlijk wel het beste tegenschrijven van ons drieën. Zeg dat omdat hij Aziat is? En de Tobias is. Zo! Eerst is hij wel te doen en daarna wordt hij in één keer is gewoon... You're dead. Ah, vies. Ja, dat is echt niet lekker trouwens. Hè? Nee. Gadverdamme. Zo, oh, je gezicht wordt rood, gast. Ja, ik plet even af, dan zie je het goed. Ja, ik wou. Hij kwam vast in mijn keel, jongen. Oh, no. Wat is de eerste indruk? Romig. Romig? Nee, weet je, op zich, het valt wel mee. Maar ik kwam dus zomaar vast zitten in mijn keel, waardoor het zomaar echt keel 100 werd. Dus te doen. Het is wel scherp, wel. Je handelt best goed, man. GG. Romig. Ja. Romig. Nou, oh. Dat bewijst dus hoe slecht ik tegen scherp kan. Nee, dat is gewoon pijn kun je uitschakelen. Nee, ik niet. Incapabel voor. Laat. Damn, zeer vlot. Ja, ik krijg van. Nou, dames en heren, we gaan even wachten op ronde 2. Ja. We'll be right back. Nou, dat klopt. Lokers pauze. Ian? Is dat een bed? Ik ga geen vodka nu doen, man. Nee.
Maar als ik een shot vodka neem, ben ik er dan vanaf? Hoezo? Want ik heb hier echt geen zin aan. Oké. Okay. Ik vind het echt heel kut. Nou, neem een shot vodka dan. Oh ja, we gaan aanvolgen. Oh plus, oh plus. Ja, fuck dat. Dan heb ik liever een shot vodka. Oh, by the way, hij zit nog dicht. We weten niet hoe deze smaakt. Ja, maar even kijken naar klein glas. Oh. Weet je, in de kamer nog. Behind the scenes content, dames en heren. Fuck je. Yeah. Shotglas? Vraagteken? Ja, best. Wat gebeurt? Shotglas? Vraagteken? Neem er dan twee, though. Oké, okay, dames en heren, voor de mensen die het nu niet horen. Meneer Han de Koekenpan, huh? Die gaat shot nemen. En waarom eigenlijk? Omdat ik geen ene fuck zin heb aan die shit. Ik had net... Pussy it out. De tweede sterkst. Tweede minst sterkst. Gewoon de tweede. Editor. Staat de microfoon aan? Editor. Ja, de microfoon wel aan. Ja, de microfoon staat aan. Tobias. Zo, de microfoon wel aan staan. Gaat vertellen. Dit is beter als die goedkope troep die we eerst hadden. Nou, ja, wacht even, Mark. Laat hij nou eens met rust. Wat staat er? Zaad. Zaad. Ian Bird. Ian Bird. Ian Bird. Bijna niks meer. Oh, ik word geblest. Welke is dat? Jalapeno. Dat is eentje minder dan de vorige. Nou, dat moet het doen zijn. Kan ik hem... Nee, kauwgombal. Ze hebben het gore banaan, jongen. Oh, dat is heel vies. Ja, die had ik net, en niet? Die jalapeno. Ja, die had ik net. Die is echt nee. Deze smaakt naar gras of zo. Jalapeno is een graskelder. Hij is echt fucking vies, gast. Hij is echt heel vies. Oh ja, die ruik je echt zo sterk trouwens. Jezus. Oh, nee. Ja, hè? Dit is echt vies, jongen. Oh, jezus. Oh. Ja, ik ruik hem. Gadverdamme. Ik moest even een snoepje pakken voor de smaak, man. Oké, okay, jalapeno. Ja, dat is vies, hè. Kijk, jongens, net jalapeno. Oh ja, jongens, we gaan even een lekkere bier opeten. Oh. Nou, smaak gewoon de auto erop, jongens. Hey, jij hem. Rij hem, jongens. Ja, daar haai je hem. Daar haai je hem. Waarom? Gadverdamme. Kirk. Nee, serieus? Nee. Mond open. Ah, je hebt hem nog. Je hebt hem ook nog heel... Zo, inderdaad. Gras, jongen. Die is vies, jongen. Smaakt niet naar jalapeno, nee. Maar het is niet scherp, nee. Dan ben je zoetig erdoorheen voor some reason, maar heel veel gras. Nou, anyway. Shit. Conclusie. Koop onze merch. Wij hebben wel merch. Nou, dit is een goed moment om aan te kondigen dat je nu onze merch kan kopen op www.bigbeans.nl. Ga niet naar die website. Dan krijg je alleen maar ballen te zien van mannen. Oh, echt? Ja. Oh, ervaring? Fuck it. Goed zo. Goed zo, jongen. Nou, dan neem ik hem ook. Gadverdamme. Gadverdamme. Wat is dat? Hij is oprecht echt ranzig. Oh ja. Hij is ranzig. Is hij ranzig? Oh nee, hij is echt heel vies. Hij is echt heel goor. Van B-roll. Gadverdamme, jongen. Gadverdamme. Oh, dankjewel, Han, dat je met je kont naar de kamer zet. Lekker. Dat blijft in de video. Hel je. Yeah. Hel. Tik. Nou, wat is je idee? We hebben ook nog een Black Bullet staan. En Pushkin Black. Ja. Ja, maar kan nu ook gewoon sterk mengen en in één keer naar binnen tieven. Ja, oké. Okay. Dan vind ik maar dan ga ik het mengen voor je. Wel longglas pakken. Hebben we die nog? Ja, we hebben nog. Oh. Eerst een vader van zijn rubberhout uitgepakt. Er zat niks in, vriend. Dus holy shit. Dat was die uitgepakt, ja. Kijk het trouwens, misschien gaan in de kast nog iets grotere glazen, want een Black Bullet. Oh ja, grote glazen. Deze is niet groter. Big. Die is gewoon dikker. Kanus. Oh. Hallo mensen. Een soort gummybeer. Een blikje bullet. Het is geen dropshot, dat hebben ze niet in Duitsland. Ja, er gaat waarschijnlijk domme bullshit uit mijn hoofd komen vanavond. Niet echt bepaald klein ofzo. Hoeveel was het? Zei je? Ja. Jongens, ik heb een fucking goed idee als we hier vodka aan doen. Flink naar de Gatsby, want ik weet niet hoe goed. Dat is weer tegen. Oké, jongens, ik ga jullie het een beetje laten zien. Dit bullet. Dit is donkerspul. En dit is vodka. Oh, gadver. Oh, oh ja, flink het over het tapijt heen, jongen. Wat ben je toch weer zo bezig? Also. Anyway. Ik ben echt niet de... Hallo mensen! Je bent je bullet aan het leegzuipen. Zet hem even hier op als je klaar bent. Versepetje. Gaat flink. Hey, het werkt wel. Je kan zeggen wat je op, maar het absorbeert wel gewoon goed. Nou, om het heen. Gaatjes. Gadverdamme. Het is niet lekker, hè? Zo, de tering. Jij bent echt een gifmenger, ouwe. Dat weet ik. Dat is eigenlijk onbekend, inderdaad. Hoppatee.
Oké. Okay. Ik ben zo meteen echt shit face waarschijnlijk. Maar niks mee te maken. Zo. Dat dus. De kleur is ook gewoon uber chemisch, jongen. Ja, maar kijk even dit broodje dan, bro. Ik dacht wat voor chemische grafkleur er vanaf komt. Dat is gewoon paars. Paars. Ja. Oh, en dan heb je nog een laag met vodka de bal ja, op. Deze camera is dood. No! He did it. Jongen. Benijn, jongen. Echt. Hey, let's go and fucking. Zo. Die vieze doorslik, jongen. Zo, dat was echt wat vies geluid. Zo, een nieuwe kaneren. Een diepe slokje, bro. Oh, wat gans. Nee. Jongen, nee, kerel. Gozer. Wat een aap dat je omhoog doet, Jezus. Kijk, 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 kijk. No, fucking hell. Gaat met oud slijm aan mijn hand. Onweer. Onweer, oeh. En Ines aan het lijden. Dood gaat hij. Moet je het wel opeten nu, hè, vriend? Joh. Ja. Wat heb je allemaal in mijn bek gedaan? Wat heb je allemaal in mijn bek gedaan? Zo, die klapte trouwens hard in, jongen. Je doet het zelf, hè? Die was een hier, let's go. Oh, zo lekker, ja. Wat een banaan. Oh, ik heb bijna over mijn nek gehad. Ik heb helemaal water nodig. Ja, ik heb helemaal water drinken, jongen. Ik weet niet of het door jullie komt, maar ik heb het wel warm hier. Zie je mijn ogen? Warm, blauw. Zie je mijn ogen? Fuck. Zo. Ja, een beetje yoghurt erbij. Oh, ja, dat is wel goed. Oh, ja. Met een hapje brood erbij. Oh. Ja, neem even een suikerstaafje, dat helpt. Nee, dat gaan we nu doen. Romig. Romig. Nee, dat doe ik. Ik ga gewoon een hele trailer maken voor deze video, pretty much, met jou. Ik weet niet wat er gewoon is weer doorspot moet gaan. Het is mijn schijt in de ochtend. Nu je af die Taco Bell. Houston, we have a problem. Wat is het zit opgeladen, man. Oh, godverdamme. Ik duw het gewoon verder. Wacht even, die is opgeladen, eikel. Alles voor de content, nou. Dit doen we allemaal voor jullie, hè? Ja. Dat domme shit. Maar ik denk als zo meteen iemand hier gaat kakken, dat het gewoon weer weg is. En dan moet je het eruit halen, weet je wel. Hier is de scheid, meneer. Scheid. Als je eruit moet jongen, halen, als jij daar een trambeertje hebt zitten verzuipen, jongen, je wilt er ook niet. De komende uur wil je niet in de badkamer zijn, dan ga je gewoon dood. Mijn ogen zijn nat, mijn mond is nat, mijn neus is nat. Fuck spicy shit. Ik krijg het zo niet uit. Abonneer, reageer. Wil je meer van Ian zien, doe een blauw duimpje omhoog. Wil je meer van Hans zien, doe een rood duimpje omhoog. Hey, dat is een goede reference. Waar ben ik hier? Tot de volgende video. Wil je dit nog een keer zien? Nee. Wil je nog wat zeggen, Ian? Ik help het je.